Nadat we vorig jaar ontzettend veel last hadden van de eikenprocessierups, is de kans groot dat we er dit jaar weer heel erg veel last van krijgen. En je bent hem ook vast niet vergeten. De eikenprocessierups heeft zo'n 700.000 kleine brandharen. En als die in aanraking komen met je huid, kan dat irritatie veroorzaken. Je kent het vast nog wel, de jeuk. En in het uiterste geval kan het zelfs een allergische reactie veroorzaken. En denk je nou dat het deze witte brandharen zijn? Nee hoor, want die brandharen die zie je namelijk niet met het blote oog. Maar als je ze onder een microscoop bekijkt, dan zien ze er zo uit. Ik hoor je misschien denken, ze zijn toch bezig die rups te bestrijden, dus waarschijnlijk hebben we helemaal geen last dit jaar. Nou, die taak die ligt bij gemeenten. En al die gemeenten pakken de bestrijding aan op de manier hoe het kenniscentrum eikenprocessierups dat adviseert. In Overijssel wordt de bestrijding op 3 manieren aangepakt. En om goed te kunnen begrijpen hoe dat werkt, moet ik je eerst vertellen hoe het leven van de rups begint en eindigt. Een eikenprocessierups kruipt ongeveer begin april uit zijn ei. Dit jaar was dat op 6 april. Half mei krijgen de meeste rupsen hun brandharen. Vervolgens ontpoppen ze zich. En uiteindelijk vliegen de eikenprocessievlinders vanaf eind juli tot in september. En die vlinders, die zetten weer nieuwe eitjes af. En zo begint de hele levenscyclus weer opnieuw. Oké, nu je dat weet, gaan we weer naar de bestrijding. Want wanneer de rupsen uit hun ei kruipen, worden ze in een aantal gemeenten bespoten met aaltjes. Ook wel nematoden genoemd. Dat zijn levende kleine wormpjes die in de anus en mond kruipen van de rups. Daarbij komen bacteriën vrij die een darminfectie veroorzaken. En hierdoor gaan de rupsen dood. Een andere methode om de rups te doden is om centarie in bomen te spuiten. Dat gebeurt wanneer de rupsen nog jong zijn. In dat middel zit Bacillus thuringiensis. Dat is een bacterie die de rupsen doodt. En dat middel wordt in de bomen gespoten wanneer de rupsen beginnen met het eten van bladeren. Want op die manier kan het rups binnenkomen. Ja, dat klinkt als een goede oplossing, toch? Nou, helaas doodt het meer dan alleen de eikenprocessierupsen. En gelukkig of niet, er wordt niet op alle plekken met deze middelen gespoten. Waar namelijk niet gespoten is met nematoden of centarie, daar worden de rupsen weggezogen door gespecialiseerde bedrijven. En dat beeld ken je vast nog wel. Dit zijn al een heleboel manieren om de rups kwijt te raken. Nou, echt kwijtraken, dat gaat nooit gebeuren. Het vergroten van de biodiversiteit is dan ook de belangrijkste manier om de rups in aantal te verminderen. En de hoop is dat door het inzaaien van bloemen, het ophangen van vogelhuisjes, dat er meer natuurlijke vijanden komen van de rups. Op deze manier wordt de rups dus bestreden. Maar mensen gaan de laatste tijd ook zelf aan de slag. Vorig jaar zagen we al mensen met branders, hoge drukspuiten bezig gaan. En dit jaar zijn er veel mensen die plastic om bomen wikkelen. En deskundigen zeggen, doe dat nou niet, want je verspreidt op die manier de haartjes. Heb je toch nog last van de eikenprocessierups dit jaar? Bekijk dan onze eerdere video, waarin ik uitleg wat je moet doen als je last hebt van de brandharen.